Leuk dat je kijkt naar deze video. Die gaat over goede voornemens en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze wel slagen. In plaats van dat ze na 2 weken of 1 maand dat je ze eigenlijk alweer hebt laten gaan. En waar ligt dat dan eigenlijk aan dat je ze zo makkelijk laat gaan? Ik heb een aantal tips voor je en die wil ik heel graag bespreken. En het is natuurlijk altijd leuk om na te denken over waarom is het dan toch veel fijner om dat te doen aan het einde van het jaar dan midden in het jaar. Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met het feit dat het echt een ritueeltje is. Dus je sluit echt het oude jaar af. We gooien wat vuurwerk de lucht in. En ik weet nog dat ik als jong meisje dan naar boven keek. En dan wenste ik van alles wat ik dan hoopte dat uit zou gaan komen het jaar erop. Nou is wensen alleen niet genoeg. Je moet ook wel echt een duidelijke strategie hebben. Want anders wil het niet lukken. Hoe kan het nou dat al die goede voornemens elke keer mislukken? We hebben toch gewoon echt de intentie om het te doen slagen? Nou, een van de dingen, ik heb even wat research gedaan. Een van de dingen waardoor het veel mislukt, is dat we met heel veel discipline willen beginnen aan iets. Dus we denken, ja, het is moeilijk om dit te gaan doen, maar ik kan het. Nou kun je, eigenlijk gaan nieuwe voornemens heel erg over nieuwe gewoontes. En nieuwe gewoontes, dat gaat over het veranderen van onbewust gedrag. Nou, dat is eigenlijk al super moeilijk. Maar we willen het dan doen op wilskracht. En alleen op wilskracht lukt het niet. Want zodra jij na 1 maand het druk krijgt op je werk of moe bent, minder energie hebt, dan ja, zul je merken dat je denkt, oh ja, vandaag even niet. Nee, nu gaat het niet lukken. En vervolgens mislukt het dus helemaal. Dus zorg ervoor dat je dat niet alleen doet op wilskracht, maar maak een strategie. Nou, hoe je dat doet, komen we zo op. Een andere reden waarom goede voornemens vaak mislukken, is omdat we er veel te veel bedenken. Nou, dat kunnen we helemaal niet. En we formuleren onze doelen niet goed genoeg. Dus we houden het veel te vaag. Meer sporten, afvallen, meer gedaan krijgen op werk. Ja, wat dan? Wat wil je dan bereiken? Nou, daar moeten we beter in worden. Dus, dat brengt ons dan vanzelf op. Hoe kun je beter worden in je goede voornemens? Als het gaat om nieuwe doelen stellen, is er voor mij 1 ding super belangrijk. En dat is dat je het op een positieve manier formuleert. Vaak denken we aan dingen die we niet meer mogen doen. Het zijn dan ook nog eens een keer dingen die we eigenlijk heel graag doen. Bijvoorbeeld veel alcohol nemen of roken. Of niet naar de sportschool gaan, maar wel lekker op de bank zitten Netflixen. Dus formuleer je nieuwe voornemens positief. Wil jij afvallen of wil je meer bewegen? Schrijf dan op, ik wil fitter zijn. Of nou, wat jij dan ook wil. Ik wil me beter voelen, ik wil meer energie hebben. Wat is het wat je wil bereiken? Zodat als jij denkt aan dat doel, dat je dan meteen denkt, ja, dat wil ik. In plaats van, dit is zo zwaar. Een van mijn doelen is dat ik vaker nee wil zeggen. Maar als ik denk aan nee zeggen, dan komt daar meteen ook een soort schuldgevoel om de hoek kijken. Dat ik denk van ja, ik wil mensen niet teleurstellen en ik wil niet onaardig overkomen. Dus dat is voor mij een negatief geformuleerd doel. Dan kan ik beter denken, ik wil meer kiezen voor mezelf. Dat is namelijk de reden waarom ik nee zeg. Ik wil meer rust inbouwen, ik wil meer tijd hebben voor andere dingen. Nummer 2. Stel niet te veel doelen en maak je doelen behapbaar. Ik zou zeggen, stel er maximaal 5 per jaar. En werk eerst nummer 1 af voordat je begint aan nummer 2. Dus kies er 1 en breek die op in hele kleine stukjes. Bijna belachelijke stukjes. Dus stel je voor je wil meer gaan lezen. Zeg dan niet ik wil elke dag een hoofdstuk lezen. Maar ik begin de eerste week met een halve pagina lezen. Dan denk je toch, oh nou, dat kan makkelijk. En een week later doe je een hele pagina. En weer een week later doe je misschien 2 pagina's. En zo bouw je dat op. Tip nummer 3 is een tip van Ben Tichelaar uit zijn boek Dromen Durven Doen. Hij zegt, als je nieuwe gewoontes wil aanleren, koppel dan jouw nieuwe gewenste gedrag aan oud gedrag. Er zijn een hele hoop rituelen die je hebt, een hele hoop vaste gewoontes die je al doet. Bijvoorbeeld opstaan, 's ochtends douchen, je make-up opdoen, ontbijten, aan de tafel de krant lezen, naar je werk toe reizen, op je werk pauze nemen, nou, enzovoort. Hè. Bijvoorbeeld, als je meer zelfreflectie in je leven wilt, je wil bijvoorbeeld vaker in een dankbaarheidsboekje schrijven, dan kan je dat doen op verschillende momenten waarop jij denkt, hey, dat voelt voor mij goed. Ik vind het altijd een leuk moment als ik mijn make-up doe, dan kijk ik toch al in de spiegel. Dan doe ik gewoon heel even mijn ogen dicht en denk ik, oké, hoe voel ik me vandaag? Heb ik ergens last van, et cetera. Er zijn ook heel veel mensen die hebben als doel om meer te gaan bewegen, om meer te gaan sporten. Nou, is het natuurlijk sowieso heel handig om je sportlessen dan in te plannen, zodat je dus ook echt, nou ja, dat je er tijd voor hebt gemaakt. Als je wacht tot het moment, dat weet ik uit eigen ervaring van, nou, heb ik vandaag zin om te sporten, dan is het antwoord heel vaak nee. En wil je meer bewegen, dan kun je natuurlijk dat ook weer koppelen aan oude gewoontes, want meer bewegen is ook vaker de trap pakken. Maar het kan ook zijn dat je in de ochtend
begint met wat rek- en strek oefeningen. Waardoor je al merkt van, oh ja, ik heb een lichaam überhaupt. Ik zit beter in mijn lijf. En waardoor je ook meer die behoefte gaat voelen om te gaan sporten. Tot slot tip nummer 4. Deel het met de wereld. Ja, voor sommige mensen is dit heel spannend om het bijvoorbeeld op social media te zetten. Merkte ik ook laatst op Instagram dat ik mensen vroeg van, hey, wat zijn jouw goede voornemens? En je vond het al heel erg spannend om in een comment te laten weten wat hun nieuwe doelen waren. Maar deel het, want als je deelt, dan heb je de ultieme stok achter de deur. Je hebt het aan de wereld verteld. Plus, mensen kunnen jou helpen. Ze kunnen gewoon af en toe eens vragen of je helpen herinneren van, hey, hoe gaat het nou? En dan blijf je er wel in ieder geval mee bezig. Je kan het ook nog een stapje verder trekken door een buddy te nemen. Vraag aan iemand in je directe omgeving, wil je af en toe mij helpen hierbij? En kan ik jou misschien ook helpen bij je goede voornemens? De Hartstichting die heeft zelfs een hele actie verzonnen rondom dit thema. Je kunt nu je voornemens delen op eengoedvoornemen.nl. Daar maak je dan een actiepagina aan. En daarmee breng je het echt de wereld in. Plus, het is altijd leuk om te kijken wat andere mensen willen veranderen in hun leven in 2018. En als je dan echt de ultieme stok achter de deur nodig hebt, dan kun je ook je goede voornemen laten sponsoren. Door bijvoorbeeld familie of vrienden. Of door vreemden. En daarmee haal je dan geld op voor de Hartstichting. Dus het is niet alleen goed voor jezelf, maar het is ook goed voor een ander. Mooi toch? Alleen als je je goede voornemen niet haalt, dan wordt het geld weer teruggestort. Nou, ik hoop dat deze tips je mogen gaan helpen om volgend jaar alles te bereiken wat je wilt. Ik wens je een fantastisch 2018. Ben je benieuwd naar mijn goede voornemens? Ga dan even naar mijn blog, daar heb ik ze opgeschreven. Plus nog een hele lijst met andere originele goede voornemens, mocht je nog wat inspiratie nodig hebben. Nou, dan zeg ik tot volgend jaar, lieve mensen. Maak er wat moois van.